Melkboren moeten volgens minister Prelaat Siudien van Landbouw, Veeteelt en Visserij gekoesterd worden. Het beroep is van disciplinair en daardoor één die mensen niet graag willen beoefenen, meent Siudien. Met de melkboeren, oké, je heeft niet meegemaakt en er moest daar een prijsaanpassing plaatsvinden. Ik heb de calculaties gezien en wat het jammerlijke is. Je hoeft niet eens te calculeren. Je moet kijken naar hoe de bewegingen zijn, zoals bij de melkboeren. Als je ziet dat de kinderen het bedrijf niet meer willen overnemen, zegt dat al iets over de rentabiliteit van zo'n bedrijf. En dat zie je overal. Of ze stappen heel stiekem over naar slachtvee. Omdat twee keer per dag melken, ik heb het vroeger gedaan als kleine jongen, maar ik zou het nu niet willen doen. Het werk is intensief. Dagelijks zijn er diverse werkzaamheden waarbij het melken van koeien zelfs 2 maal per dag moet. Melk is voor ons van bijzonder groot belang, vooral bij kinderen en bij oudjes. En zo moet je overwegingen maken. Natuurlijk, gemeenschap gaat reageren, alweer de prijsverhoging. Maar melk was het enige product waar de overheid nog de prijs bepaalt. En ik heb laatst in Diana ook gezegd van luister, ik wil binnenkort met een wijziging komen voor de melkwet. Om dat weer ook vrij te geven. Laat vraag en aanbod bepalen. Dan hoor je vraag, ja, mag je monopolievormen hebben? Nee, je hebt 3 melkverwerkingsbedrijven minimaal in Suriname. Laat die met elkaar concurreren. 2 ProLife en Michi zijn voornamelijk gebaseerd op melkpoeder. Dus die gaan werken met internationale prijzen. De bewindsman is van mening dat er concurrentie moet komen waardoor organisaties mee kunnen met de ontwikkelingen op het gebied van prijzen. Balans in de sector is van eminent belang.